televisie? Ik heb het al 8 jaar niet gezien, dus ik weet het niet. Of jij misschien. Ja. Ja. Zullen wij samen daar... Lukt dat? Nou, ik doe het langzaamaan, maar het lukt wel, denk ik. Zal ik je helpen of doe je het alleen? Nee, ik probeer het alleen. Oké, goed. Dan gaan we naar de tafel. Ja. Dames en heren. U weet natuurlijk niet wie dit is, maar dit is Philip Peters. En hij is de helft van het duo Marco en Philip. En Marco en Philip zijn 2 broers en die hebben samen een van de beste circusnummers van de wereld. Ze treden op bij Ringling Brothers, Barnum & Bailey. U weet het, The Greatest Show on Earth. En dat circus reist door Amerika, vandaar dat we ze hier nooit zien. Maar we laten u even van dat nummer van hem en zijn broer een stukje zien. Er zijn een paar monitoren, kan je het hier ook zien. Daar komt het aan. Zwaar mijn gezicht. Het was net de eerste dag in een nieuw gebouw. En ik dacht, ja, ik zag helemaal niks meer. Ik dacht dat ik al lang op de grond was. Ik liep los, ik zat nog 7 meter hoog. Het is alles beton, dus dat voelde ik wel. Ja. Hey, dacht het publiek dat erbij hoorde? Nou, ik denk het niet. Als je met elkaar eraf... Oh, je bent er met een brancard uitgehaald. Ik denk niet dat het... Nee. Is dat nou heel erg gevaarlijk, wat jullie doen? Ja, ik geloof wel dat het heel erg gevaarlijk is, ja. Het is elke dag weer een uitdaging. Elke dag moet je geconcentreerd zijn. Ja. En daarom ben ik ook gevallen, denk ik ook. Omdat het seizoen duurt veel te lang. Het is 1 jaar, elke dag maar werken. We hebben nou 4 jaar achter elkaar dat we geen 1 week vakantie hebben gehad. Elke dag 2 voorstellingen, 1 voorstelling, 3 voorstellingen. En ik hoefde nog maar 1 week te werken en hadden we 3 weken vakantie. Oh, zat ik de hele tijd in mijn kop van, ja, lekker vakantie, lekker op dat wieltje lopen nog 1 weekie en bam, daar ga je. Oh, wat heb je nu aan dat been? Is gebroken, mijn enkel. Maar het is heel goed gebroken, ze zeggen dat het de beste breuk is die... Ja, ze zeggen de beste breuk die je kan hebben. Het is zo... Nou, gefeliciteerd. Ja, ik ben ook heel blij daarmee. Ja. Nou, dat had erger gekund, hè? Ja, dat had erger gekund, ja. Ben je... je zegt, soms doe je dat 2-3 keer per dag, zei je net? Ja, we doen meestal zaterdag 3 voorstellingen. En dan zondag soms ook 3. Dat noemen ze sixpack in Amerika. Een sixpack? Ja, dat drinken wij ook. Nou, wij ook wel, hè. Na het sixpack drinken wij ook een sixpack. Ja, eerlijk waar? Nou, kijk, het is natuurlijk onzin als ze zegt dat we niet drinken of zo. We lusten best wel een pilsje, maar altijd na de voorstelling. Nooit voor de voorstelling. Nee. Ik ben niet gek. Nee. Zijn jullie angstig voordat je in dat ding moet? Nou, als je angst gaat krijgen, dan kan je beter ophouden. Je hebt wel eens momenten, kijk bijvoorbeeld, als je net tegen een ongeluk aan zit, dat je alleen maar een goede schrammen hebt of zo, dan ga je wel denken van, godverdikkie, een beetje link nou. Maar dan moet je gelijk doorgaan, niet overdenken. Want als je gaat denken dat van, oh jee, nou moet ik morgen weer. En als het dan maar goed gaat, dan kan je ophouden. Dat hou je niet vol. Dus jij gaat op, als die voet meteen weer op, hup. Geen probleem. Ja. Hoe komen 2 Nederlandse jongens aan zo'n act? Hoe kom je dan? Ja, want het is, ik wilde altijd in het circus. Hè. En dan ben ik begonnen met trapeze. En dan moest ik helaas mee ophouden omdat een ongeluk in de trapeze er kwam. Een man die heeft zijn nek gebroken in het nek. Toen was ik zo bang. Toen ben ik naar mijn broer gegaan, die werkte toen in Hongkong. En dan hebben we dit nummer uitgedacht. Omdat de fout van de meeste circusartiesten is, dat ze steeds weer dezelfde nummers maken. Kijk, je hebt een trapeze nummer, maar je kan net zo goed zijn. Je blijft altijd een trapeze nummer. Mensen hebben het al gezien. Dus wij dachten van, laten we nou eens iets compleet anders maken. En kijken hoe dat gaat. Ja. We hebben 1 jaar hebben in Azië gewerkt, waar je niet weet of het goed of niet goed is. Want die mensen die klappen overal voor, die hebben nooit iets gezien. Ja, joh. Dus, kijk, ieder klein rotnummertje had een staande ovatie. Dus we dachten van, nou, kijk, neem het maar rustig. Ja. Maar toen we terug in Europa kwamen, hadden we debuut in Parijs. Ja, na de eerste dag, alle contacten hebben we nog steeds vandaar. En dachten we, hey, is toch wel goed. Ja. En daar zijn we doorgegaan natuurlijk. Ja, maar jullie hebben hem zelf uitgevonden. Ja, ja. We gaan kijken vaak in de speelgoedwinkeltjes en zo om nieuwe ideeën te vinden. Speelgoedwinkel? Ja, je kan je heel veel verleren. Bijvoorbeeld dat dingetje, dat wiel, dat hebben we ook gezien.
In een speelgoedwinkel met twee balletjes die zo draaien met een magneetje. Ja? En dachten we ook van, hey. Gaan wij het balletje spelen, dacht je? Ja, zoiets. Er zijn veel meer dingen die je uit het speelgoed kan halen. Gaan jullie hem nou nog uitbouwen? Die... Ja, we hebben net een nieuw contract gekregen voor 1988 en 89. Ja. Maar dan moeten we, of dat hebben we zelf voorgesteld, om twee tijgers erbij in de wielen met ons mee te nemen. Dus het dubbele geval, je kan ook nog opgevreten worden. Ja, spanning en sensatie. Enig, ja, het is echt leuk. Maar kijk, als het lukt, dan is het echt een... Ja, als het niet lukt, hoeft het niet meer, hè? Ah, ja, als het niet lukt, dan, is het, ja, dan zijn we weg daar. In die wielen? In de wielen proberen we twee tijden. Ze hoeven maar twee ronden te lopen, maar ja. Er komt ontzettend veel bij kijken. Omdat, ja, dat kan wel. Ja, verschrikkelijk veel. Omdat de techniek om die te dresseren is nog nooit geweest. Want je kan niet van de grond af dresseren. Je moet van beneden of van bovenaf. Je hebt geen contact met ze, of met ze samen binnenin. Ja. En dat is natuurlijk, nou proberen ze helemaal mak te maken. Mm-hmm. We hebben ze dag en nacht bij ons, ze slapen bij ons in bed. Alles. En, ja, de hele kamer is helemaal verwoest. En alles moet kapot, hè, van die tijgers. Ah, als ze iets in haar klauwen hebben. In je tank had ik wel eens gehoord, maar in bed. Nou ja, in mijn bed. Ja, ze slaan hartstikke leuk hoor. Heel lief. Ja. Ja, ja, is het we hebben twee misschien iets voor de nachtshow? Ja, we hebben twee tijgers op het ogenblik. Eentje is hartstikke lief. Ja. En die andere, die hebben we net gehad, één week geleden. Maar de eigenaar die ze voor had. Ja. Die heeft er iets fouts mee gedaan, want hij is vrij vals. Hij heeft hem al een keer gepakt. Ja, en wij proberen alles met liefde te doen. Ja. Maar ik denk niet dat hij meer goed komt. Ik denk dat we hem moeten ruilen voor een andere. Oh, ja. Wat voor soort leven leiden jullie? Nou, in Amerika is het anders. Dus alle artiesten, de arbeiders, de personeel, die leven allemaal op één grote trein. Die trein is 5 kilometer lang. Eén trein van 5 kilometer? Ja, 5 kilometer. Oneindig met wachtgolf. Daar zit het hele circus alles, in? Ja. Ja, want we werken niet in tenten. We werken alleen in grote hallen. Dat zijn het, ja. Twee keer zo groot als Ahoy. Ja. Minste is altijd 10.000 mensen of zoiets. Ja. En dan, iedereen leeft op die trein. Er zijn ook allemaal artiesten, allemaal verschillende nationaliteiten. Er is maar één Amerikaan in de hele circus. Dat is de tijgerdomte. De rest zijn van Marokko. We hebben een Chinese acrobatentroep. Die hebben een eigen wagon, een eigen keuken, eigen Chinese kok, eigen wasseretten. Het is echt een hele Chinatown op die trein. Ja. Ja. En dan hebben we ook de Marokkanen groep, die heeft ook een hele andere wagen. Daar is het altijd couscous eten. Ja, jullie gaan zo'n beetje al die wagens langs? Ja, dan ga je Chinees eten, dan ga je couscous eten, dan ga je Pools. Bij de Polen is het altijd drinken. En jullie wonen samen ook in zo'n coupé of in zo'n... Nou, mijn broer en ik hebben een hele wagon voor onszelf. Dat komt nooit voor. Er zijn ook heel veel jaloerse blikken. Ja. Komt omdat jullie zulke grote sterren zijn? Ik denk het, ja. Ja. Want dat zijn jullie echt, hè? Ja, in Amerika wel, ja. Kijk, hier werden we nooit zo echt gewaardeerd door de directies. Omdat mijn broer, die heeft 4 jaar lang tijgers schoongemaakt, de hokken. En ik was een leerling bij een trapezegroep, dus weet je, toen we samen gingen werken, werden we door die directeuren van, dat zijn toch maar kleine jongetjes en zo. In Amerika wisten er niks van, dus we gingen, Ja. En daar word je ook als een ster gehonoreerd? Ja, we worden heel, zeker 1 keer in de week worden we wel uitgenodigd voor een talkshow op televisie. Want elke keer, omdat wij eigenlijk bijna de enige zijn die Engels kunnen spreken daar in het circus. Ja. Dus dan word je afgehaald met een limousine, een champagne drinken, televisietje erin. Dat is wel leuk. Ja, en je kan ook je geld niet uitgeven aan een huis met een zwembad, want dat kan je toch niet meenemen. Nee, ja. Ik heb 2 weken vrij in het hele jaar. Dus wat doe je ermee eigenlijk? Zet je het op de bank of leg je het in de trein? Ja, ik lig nou op de bank met mijn voeten omhoog. Leuke vakantie. Ik wilde naar de Caribische eilanden gaan, want we zitten in Miami. Dan hoef ik een half uurtje te vliegen. Maar ja, dat gaat ook niet door. Goh, wat zielig. Ja, nou zit ik hier, is ook leuk. Nou ben je even thuis. Ja, is ook leuk. Ja. Ook leuk? Ja. Wel eens ooit heimwee? Nee. Ja, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het heel leuk om terug te zijn. Ja. Eindelijk weer een beetje frisse lucht. Ja. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. En ik zal je eens even uit je stoel helpen. Nou, gaat wel, hè. Ja.